Er zitten hier een hoop vreemde vogels, hè? Die geloven we bijna zee zien. Nou, we zien hier bij het veld van Ammen, maar dat beloven weinig goed. Ik heb ook leren kiepen. Je ziet het wel, een hele mooie hek hier. Godverdomme, schijt hij me nog over de jack heen ook nog. Die vuilig. Welkom bij aflevering 37 en 38 van Hennessy. Deze week een aanbieding omdat het zondag moederdag is. Twee afleveringen voor de prijs van één. Waar krijg je dat nog? Terugblik Dordrecht. Telkens word je op de counter afgestraft. We trappen er steeds weer in. Soms denk ik wel eens dat sommige speulers op vakantie willen. En dan zo gauw mogelijk. Waar was de wil om te winnen? Ik weet niet of je het weet, maar die hoogwerkers van Reewal uit Dordrecht, die zien wel een rondje verder. 4-1 achter tegen Cambuur. Wat een vachtlug, een strijd. 5-5 en winnende penalties. Manno Bergse, 18 jaar. Wat een reservekeeper. Hij moet nog een profcontact tekenen. In de tweede helft Hakkenbar, trainingskamp. Bij Ammen ze 3 dagen naar de dierentuin. En NEC geeft een trainingskamp in Mierlo als beloning. Wordt de keeper weggestuurd. Hij is van de laag. We hebben ineens een vliegende keep zonder kop. Hij wil niet op de bank zitten. Hij koos voor de vrije uitloop-eieren. Voor zijn geld. Keep kwijt, zouden de Engelsen zeggen. Ik zei tegen mijn vrouw, als je mien op de bank zet, ben ik weg. Als we nou eens in Ammeniers gekken aan gaan vallen en de verdediging goed neerzetten, dan komt het misschien goed. Dan krijg je een beetje Leinders in het spel. Dan pas kun je winnen. En dat gaat ook lukken met Marco van Deun. Is dat een broer van André van Deun? Na de overwinning in Ammen kunnen we de ploeg de mensen motiveren als we zondag toespelen. Ik denk het wel. We maken het hier in de Goffert af. Dat zou mooi zien. Dan kunnen we s'avonds mee gaan zingen bij de dag van het levenslied op het Valkhof. You never walk alone. Samen met Koosje Alvers. Want die komt ook uit. Nou mensen, ik zou zeggen op hoop voor zegen. En strijdbaar. Wij zijn thuis dierenliefhebbers. Wij hadden vroeger een hond, maar die had geen pootjes. Hij had ook geen naam, want als je hem riep, kwam die toch niet. In Ammen liep vorige keer een kerel met een pinguïn aan de hand in de stad. Ik zei tegen die kerel, dat kent hij niet. Hoezo niet, zei hij. Met zo'n beest moet je naar de dierentuin. Hij zei, dat zien we gisteren geweest. We gaan nou naar de bioscoop.